The coffee was served, so we went to the cruise. Hoi, dit is Nick. Leuk dat je kijkt! Zoiets? Wat ga ik doen? Wat is er aan de hand? Mijn timer gaat. Dat betekent dat je moet gaan? Nou, dat betekent dat iedereen op de steiger helemaal ready to go moet staan. Maar ik... Het gaat hier nog niet zo goed, eigenlijk. Die rooi is veel lekkerder. We hebben geen andere. Die rooi, daar staan nog twee rooien. Die rooi maken ze veel te zoet. Ja? Stel, je moet kiezen. Die of die? Deze. Ja? Nee? Jij zegt die andere weer. Ja. Je boot is al bijna weg. Ja, sorry. Ja, wat is het nou? Nee, we moesten naar mijn kamer. Nog even wat snackjes halen. Ja, zo ongeveer. Ja. Hey, maar hoe gaat het deze week? Goed. Mijn laatste week is cursist. Waarschijnlijk. Volgend jaar vlammen als instructeur. Ja. Fine, wat leuk dat je er weer bent. Derde week al, hè? Derde week. Nou, eigenlijk vierde, als je training zeker ook weet, hè? Krijg je er geen genoeg van? Nee, ik moet ook bijna weg. Ik krijg al preventieve FOMO. Van hier, hè? Ja, eigenlijk ook zou ik week 9 ook komen, maar ik moet weer naar school, helaas. Ja. Hey, yo! Week 8! Gouden oorbellen. Zien we al de hele zomer. En in week 8 veel meer gouden dingen. Daarom ben ik deze week op zoek naar de gouden tip die je op het water bij de beert, maar ook ergens anders op het water goed kan gebruiken. Tipje over het zeilen, tipje over wat je moet aantrekken als je op het water bent. You name it. Heb jij al een goed tip? Nou, ik heb wel een goed tipje over het aanleggen. Dat ga ik zo even laten zien. Wel een gouden tip? Nou, diamant? Nee, gouden tip. Okay. Gouden tip. We gaan nu het meer op, je ziet top weer. Iedereen is aan het varen, dus ik ben heel benieuwd wat we gaan meemaken. Wat gebeurt hier nou? Hallo, wordt gewoon gedanst in week 8. Hey Kiki, jij sloeg met deze harde wind een beetje om. Ja. En je was heel snel weer met je bootje recht. Ja. Hoe doe je dat? Heb jij een tip voor mij hoe ik heel snel, als ik met mijn topas omsla, weer recht zit en door kan varen? Als eerst gewoon de boot in de wind leggen en gewoon met gewoon je volle gewicht op het zwaar leunen. Oké, gaan we even weer vandoor. Dankjewel voor de tip. Zo, ik heb echt een volle lading gereden. Dames en heren, Mathilde wordt een beetje nat, want het waait een beetje. Het waait heel lekker, maar daardoor zijn de golven ook heel erg hoog. Ja. En daardoor krijg ik een beetje de volle lading over me heen. Zoals wat minder. Zij zie! Emma! What's up? Week 8 zit in de vlog! Hi! Zwaaibak die instructeert deze week. Heerlijk, zeker. Voor de, ik zie een laser 2, nog een laser. Dat is nog wat. Splash, heb ik ook gezien. Ja, zeker. Wat zijn jullie nu aan het doen? Nou, wij zijn een blokje boeironding aan het doen. Want in de middag hebben we een grote eilandrace. En een eilandrace die win je natuurlijk als je zo hard mogelijk vaart. Maar ook als je zo scherp mogelijk om boeien heen vaart. Dus dat zijn we nu aan het oefenen. Gijs, ik ben tipjes aan het verzamelen. Wat voor tipjes zoek je? Tipjes die je kan gebruiken bij de beert. Op het water, in de boerderij, als ik ga slapen, als ik aan het eten ben. Overal van. Jullie gaan zo een wedstrijd varen. Ja. Geef mij nou eens een tip waar ik die wedstrijd sowieso mee win. Nou, waar je mee wint is als je elke keer gewoon goed aantrekt, strak aan de wind gaat varen. Maar ook gewoon een beetje oplet van waar vaar ik nou heen? Waar is die boei? Hoe kom ik daar het snelst? Moet ik al een keertje overstag of ben ik helemaal daar terwijl de boei daar is? Alright, thanks. Kijk ze gaan, dames en heren, die lezers. Hallo. Kiki! Oeh, je komt Kiki even aanleggen hier tussendoor zo. Net niet! Yes! Toch gehaald, Kiki! Ik zag het! Wow! Ik ben bijna! Oh, dat ging niet bijna, hoor! Ging niet bijna. Woe! Let's go! Lekker bezig. Mooi, lekker. Dit waren wel, dit is wel een beetje de pro-afdeling, hè? Ja, dat is niet voor drie. Niet voor drie. Dit is wel heel erg goed. Ja! Jullie zitten nu in de vlog voor week 8, let's go! En net zag ik jullie hier een dikke vette danser. Ja, ik dansen. Ja. Is dat de werkdans? Is dat warmte dans? Evie, warmte dansje, lekker hoor. Dat is allemaal heel
koud. Ja, hè? Ze hebben zelfs een zeiljas gejat. Hebben jullie het ook koud? Ja, heel erg. Dan kom snel een warmtandje doen. Doe hem nog een keer. Ja. Of niet? Op... Ja. Volgens mij is het zelfs stilder dans, of niet? Ja. Ja? Ja. Oké, komt u, dames en heren. Nou, heb je niet meer koud, hè? Nee. Thanks voor het dansje. Hebben we ook weer erbij? Ego. Weet je waar wij naartoe gaan? Huh? Naar Ilse. Die staan daar en die zijn aan het lager wallen. Oh. En ik denk dat zij nog wel een heel goed tipje voor ons hebben. Over de lager wal? Over de lager wal. In de eerste week zagen we Lexi en Fina die lager wal oefenen. Maar dat was aan de andere kant van het eiland. Want nu zie je ze daar en toen zaten ze daar. En dat komt omdat de wind nu precies uit de andere kant waait. Als je wil weten waar de wind vandaan komt... Zie je aan de vlag. Had ziek idee. Dat is mijn tipje. Kom mee. Oké. Okay. Serieus. Wil je nog een SO doen heen varen? Ja. Papa, groetjes vanop mij. Ik vind het vet leuk hier en tot over 2 weken. Woehoe! Ilse in de mix. Maar Ilse zit meer in de modder. Wat is dit nou weer, Ilse? Een lager, dus in een lager val. Hoe vies? Heel vies. Ik vind het eigenlijk ook wel weer wat hebben. Het is wel goed voor de huid hoor, Moldebad. Ik ga volgende week op een andere fleurvakantie, dus nu nog eventjes hiervan genieten. Hey Ilse, je hebt het niveau 3 aan het trainen, hè? Ja. En ik zie dat je voor mij die lage wal aan het doen bent. Ja, we zijn een beetje de lage wal aan het oefenen. Dat goed? Nou, ze hebben nog een beetje moeite met een bovengelegen punt vinden. Ja. Ze zitten even daar of daar, maar het is toch echt hier. Ja. Maar als ik het nu zo kijk, hebben ze er eindelijk van geleerd. Kijk, dames en heren, ja. voor jullie beeldgeving, de wind komt letterlijk van die kant, ja. Dus waait naar ons toe. Dan is dit dus de lage wal. Ja, ja, zo ook waar de Sammer ligt. Ze doen hun best. Soepel? Ja toch, die is toch supergoed? Nee, de zak ging niet goed. Waarom niet? Kijk, het ziet er niet uit. Het zeil? Ja. Dan mogen de mensen in de comments plaatsen. Ziet dit zeil er netjes uit? Ja of nee? Het kan beter. Wat kan er dan beter? Ja, het ging gewoon niet heel lekker. We waren net daar, dat hoort niet. We moesten daar. En toen moesten we op de voet daarheen. En dat... We verleierden gewoon heel erg. Wat doen we daar? Een nieuw plan maken. Nou, gewoon nog 25 keer doen. Toch? Jongen, dat duurt me te lang. Ik heb honger. Oh, je hebt honger. Nou, dan gaan we eerst eten en daarna nog 25 keer doen. Ja, goed leuk. Mag ik nog één ding vragen? Ja. Heb jij een goede tip voor mij voor als ik een lage wal wil doen? Een gouden tip. Verleier niet en doe het roer op tijd voor je af, als ga je vol tegen de kant aan. Ja, wat is die voor jou? Goed aan de wind zeilen, zodat je een goede lijn hebt om aan te komen leggen. Dat. Twee toptips in de pocket, dankjewel! Tijen, we missen je. We missen je. Ook alle we bakolie. Missen de olie. En ja, het is gewoon niet hetzelfde zonder Tijen. Nee, we worden niet bruin nu. Heb jij nog een gouden tip als je lage wal doet in een kielboot? Oh, dat moet ik niet aan hem vragen natuurlijk, hè? Want hij is een zwaardboot. Ja, hij is wel een diehard zwaardboot. Ja, dit was een lastige vraag. Lage wal in de laser? ja, dan kom ik je halen. Oh. Week 8 in de Topaz, let's go! What's up, dude? Goed. Ik ben deze week tipjes aan het verzamelen. De gouden tip. Wat is de meest belangrijke tip die je hebt voor mij als je het hebt over mannen overboord bij een katamaran? Als je zeg maar bij ligt nadat de mannen overboord gaan, moet je echt halve wind afvaren en niet aan of ruim. Daarbij zie je dus je grijp en je aanwezigheid. Dus de koers zorgt er niet voor dat je bij de plek kwam waar je moest zijn. Ja. Ja. Als je de eerste koers goed hebt, kun je daarna je grijp erop passeren. Zullen we het even voordoen? Dat is goed. Ja? Ga je het voordoen? We staan 20 meter boven het ponton. Ja. En dan ga je daar de manoeuvre maken, ja? Ja. Heb je er een beetje vertrouwen in, stuur? Die twee tips van net, die moeten het gaan doen, toch? Nu? Ja, ik denk het wel. Adem in zijn koers en zo snel mogelijk. Luc en Hidde, die net even dat man overboordje deden, hè? Ja. Dat ging super goed, toch?
Ja, ging wel lekker. Voordat we begonnen hadden we het over twee tips die je mij gaf. Ja. De eerste was goed je koers houden. Precies. Want dan kom je precies aan bij de man. En het, wat was de tweede? Je moet niet te veel te lang doorgaan en heel snel grijpen. En dat deden jullie supergoed. Ja. Ik vind het een master. Dankjewel daarvoor. Top. Let's go. Top. Ja, hey, en nu nog eventjes die wedstrijd naar binnen vlammen. Want jullie gaan natuurlijk keihard winnen, hè? Als wij niet winnen, krijg jij een bak uit van mij. Hou het je aan. Katamaren, laat je horen, winnaars van de race. Hey! En als ze nou gaan winnen, dat is de vraag natuurlijk, hè? Wie denk jij dat we winnen? Topas race. Ja, dat is mijn bootje. Sowieso. Ja, sowieso. Ja. Daar heb ik nog een vette video van gemaakt, over hoe je hem inboxt. Ja, ja, ja. Die boot gaat sowieso winnen. Technoboot van week 8, laat je horen! Ja. Hebben jullie de hele dag lopen stampen zo? Tuurlijk! Tot aan sloot aan doen! Oi, 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 oi. Ja, hij is nog vast. Ze heeft hem weer. Ja, jullie zijn wel baas hoor. Hier wordt van het Nou, dit was week 8. Dat was fucking vet. Klik op het belletje. En op de abonneerknop. En dan zien we jullie volgende week. Oké. What the fuck? Hey, hoe is het? Auw. Jij hebt de gouden tip? De gouden tip. Vertel. Maar dat is wel tijdens het avondeten. Kijk. Vertel hem maar. Ja, zou ik wel vertellen. Ja? Ja, met het avondeten heb je natuurlijk gewoon een bord en een soepkommetje daarop. En de truc is dat je eerst het bord omdraait, daar het soepkommetje op zet. Zodat het bord nog niet vies wordt als je zeg maar soep eet. Snap je? Dat is wel een gouden tip. Ja, dat is wel een gouden tip. En voor de mensen die bij de beurt zijn geweest, herkennen dit? Herkennen dit. Misschien weten ze het al, misschien niet. Ja, want dan heb je dus altijd een schoon bord. Dan heb je dus altijd een schoon bord. Kijk maar.